Paul Matthijs, 3-3 tegen PSV. Ik denk niet dat je echt tevreden bent. Nee, 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 uiteindelijk, uiteindelijk niet. Ik ben tevreden over die, hoe, hoe die jongens zich ontwikkelen en uh, hoe wij het PSV weer moeilijk hebben gemaakt en een echte wedstrijd van gemaakt hebben. Maar ja, die jongens moeten zichzelf belonen door, uh, ja, door met winst van het veld te stappen. Ik kom maar snel op 1-0 achter. hè? Ja, is de eerste beste aanval. Uh... De PSV was nog niet over de midline geweest en, uh, en hij lag erin. Maar vervolgens blijven we goed voetballen, creëren we kansen, alleen scoren we niet. Tweede helft was dat iets minder, alleen scoren we wel drie keer. Dat is zo raar als voetbal soms. Ja, maar tegen een ploeg als PSV, jullie willen opleggen, dat zegt toch heel veel? Ja, ab absoluut. En daar heb ik in de rust ook uh, die jongens op gehamerd. Van, uh, we staan wel met 1-0 achter, maar... Yeah. Ik kan heel weinig negatief zeggen, want ja, voetbalend leggen we PSV onze wil op. In combinatie met strijd en lef. Fysiek was PSV wel ietsje beter, vond ik, als jullie. Ja, maar dat weet je. Kijk, wij hebben een onder 17. PSV heeft een onder 17 en een onder 16. En ja, fysiek zag je op een gegeven moment in de tweede helft dat het wat lastig, uh, lastig werd voor ons. En ja, daardoor komt PSV ons. Uh, ja, ons af en toe pijn doen zonder ja, daadwerkelijk echt gevaarlijk te worden. Alleen ja, als je dan ziet hoe de goals vallen, is dat ook nog weer een beetje ongelukkig. Ja, maar in de eerste helft hebben jullie ook een beetje pech natuurlijk bij Paal en laten uh, schoten. Ja, nee, nee, ab absoluut. En, uh, maar uiteindelijk heb ik de jongens gezegd, als je zo door blijft gaan, dwing je op een gegeven moment af dat hij wel een keer goed valt. En ja, dat viel de uh, tweede helft ja dan zeggen ze vaak, een coach moet je afdwingen. Maar dat dwongen jullie echt aan, want jullie bleven gewoon goed spelen. Ja, ab absoluut. En, uh, en ja, ook proberen de jongens uh, het geloof, uh, ja, het geloof uh, te laten behouden. Door, door, ja, door in ieder geval niet nog een tegengoal te krijgen ja, en, en een goal te maken. En ja, dat zag je ontstaan en dat is, dat is mooi om te zien. Dan komt er de 1-1 en de 2-1 hele mooie goals van Jens Graaf en hij werkt ze prachtig af. Ja, en ook, maar het gaat eigenlijk de situaties vooraf dat, uh, dat, uh, dat de, dat de rechtsback initiatief toont om door te dekken in dit systeem in plaats van te afwachten. Want dan onderscheppen we hoog die bal. En ja, dan kunnen wij voor de goal komen als we helemaal vanuit de omschakeling op eigen helft komen te staan. We hebben niet die power om, uh, om vooruit te voetballen, maar ja, we willen. Die bal hoog onderscheppen, zodat we dichter bij de goal van de tegenstander. En ja, uiteindelijk scoren we je daardoor een paar, paar keer. En, zeggen, en de Luciano Valente nog met het 3-1 ook heel mooi uitgespeeld, hè? Ja, heel mooi uitgespeeld. En dan, ja, dan raakt hij hem niet helemaal goed, maar dan rolt hij zo binnen. En dat is gewoon mooi, mooi voor de jongens. We hebben steeds ook gehamerd. schiet op de goal, want dan gaat hij de keer in.